Dat kan ik beleven. Heel erg. Zij moet in opdracht van ons dingen doen. Deuren open en dat soort dingen. Ja, dat iedereen makkelijk door kan lopen. Heel goed. Ja, goed. Even kijken. Even kijken. Kan je het zien? Ja, hier kan je het zien. Kijk, daar komt het kopje, zie je? Dat niet een avocado, maar een beetje een witte... Ja, avocado. Oh ja. Witte met die slierpen erop. Oh ja. Ja? Ja. Heb je nog een wijn? Nee, wijn is ook rechts, jongens. Ja, ja, zet hem maar op. Dus neem je nou plukt. Dat is een valse. Komt ie. Hou vol. Doe door. Heel goed. Blaas uit. Laat lucht. Doe maar. Hou vol. Doe door. Doe maar. Zo. Heb je nog een beetje? Nee. Oké. Ik glij wel steeds meer naar beneden. Ja. Zullen we even omhoog gijzen? Ja. Pas maar door. Hou vol. Doe maar. Heb je nog een beetje? Nee. Goed zo. Heel goed. Het zou zomaar kunnen, hè, bij de volgende. Nou. Niet? Oké, dan pak ik de volgende W als... Dit is het. Door. Kom op, duw maar. Hou vol, blaas uit. Duw op lucht en alles wat je hebt. En kom op. Voel je dat of niet? Wat op spanning komen. Ja, op spanning maar. Spanning, hè? Ja, je voelt dat ze nog weer terug gaan naar binnen. Laat die weer goed opkomen. Ja, want we hebben de W nodig. Laat de W goed opkomen. Als het niet meer gaat. Een echte W nodig. Als ze nou er bijna is, dan ga ik tegen je zeggen dat je moet zuchten. Ja? Ja. Dan ga ik hetzelfde doen als je benadering. Oké, dan gaan we zorgen dat ze rustig geboren wordt. Wat je zult misschien zult voelen is dat ze ineens veel verder komt. Daar staat altijd de spanning. En dan moeten we zorgen dat ze rustig geboren wordt de volgende week. Ik schrijf het gewoon even op. Ja? Ja. Dat is hoofd baby 2. Heb jij? Nee. Dus zichtbaar groeien, hier zit baby 2. Dit is 2. Dit is 3. Nou, in ieder geval beide kunnen een goede hartactie. Zal ik hem goed zo. Nee, eerst even. Oké, laat de wederheid goed opkomen. Goed zo. Half. Doe door. Duw maar door. Heel goed. Blaas uit. Doe op lucht. En nog een keer. Alles wat je hebt. Duw maar door. En zucht maar. Komt ze. Zuchten. Kijk eens. Oh. Even een beetje schreef. Even doeken. Achterin. Zo'n lange naam.
Hallo, Liffy. Welkom. Hallo. Oh, gaat het sneller nu? Kent diep op lucht. Moet ik nog blijven persen? Ja, blijf persen. Ja. Persen, dat is ook leuk. Kwart voor negen. Moet ik loslaten? Nou, maar even vast. Als het lukt. Maar een beetje first. Zodat je mooi naar beneden komen. Heb je nog een weg? Oké, okay, adem even rustig in. Rustig uit. Mijn vingers gewoon even zitten. Ja. Ik hou mijn vingers zo. Ik zorg dat ik er blijf voelen. Oh. We gaan het samen doen, ja? Dat doet hartstikke goed. Mag de Sinto weer bijna naar 20 Chamli of niet? Ik doe wat ik zou doen. We zijn nu 5 minuten verder, maar ja. We moeten even uit. Geeft niet, geeft niet. Oké, we hebben behoren kind 2. Dan hebben we kind 3 ook geregistreerd. Ik ben op zoek. We gaan nu wachten totdat je een wee voelt. Zou jij willen voelen aan de uterus of er zo een wee komt? Ja, zeker. Komt er wat meer vruchtwater? Ja. Is nu soepel. Dat ik nog meer vliezen voel. Wat wil je? Ik zeg, het lijkt alsof ik nog meer vliezen voel ook. Heb je nog een vliezen? Om je toon? Ja, graag. En zijn de vliezen wel nog steeds? Ja, in het hoofd. Ik voel hier een hoofd met... Gespannen vliezen. Met gespannen vliezen. Oké. Okay. Ja. Heb je een wee? Nee. Waarom is het nu wel hard? Oké. Okay. Ja? Doe maar, naar beneden. Doe maar. Doe maar, kom op. Doe maar. Zo. Niet. Even met de echo kijken. Ja. Drie. Gel van jullie kant. Ja, hier nog een letter. Ja? Oh, oké. Doe maar. Pepper. Doe maar naar beneden. Maar dat is geen wee hoor. Oh, dat is met je vinger. Oh ja. Ik zit ook aan te denken hoe dat nou... Hebben we een goede registratie? Nee. Oké. Okay. Hij zakt nu waarschijnlijk naar beneden. Dus het moet ook lopen. Los als wat? Nou, maar los. Doe maar. Zo, ze komt goed naar beneden.
in een goede fetale conditie. Van kind 2 heb ik kind 3 ook goed geregistreerd. Die ligt hier nu inmiddels. Oké, ook nog in de hoofd. Zeker. Wil je hem ook doen? Ik kan hem niet zo heel ver naar beneden, maar het ziet er uit naar de hoofd inderdaad. Zo. Over bent? Ja, zeker, kom maar. Doe maar. Doe maar naar beneden. Doe maar, 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 doe maar. Kom op, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar. Doe maar, 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 doe maar. Ja, dank je, Laura. Doe maar, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar. Goed zo. Oefen naar de lucht. Heb je nog een week niet? Doe maar door. Heel goed. Doe maar door. Ah, je moet het. Ja, doe maar. Doe maar. En zucht maar. Wacht even op de volgende weg. Dit is gemeen, want dit doet zeer. Zijn hoofdje gaat niet meer terug. Wacht even op de W, want dan hebben we meer uitdrijvende kracht. Oké, kind. Ja, ja. Dochter 2 heeft een goede fetale conditie. Dochter zoon 3. Hebben we daar goede registratie van? Deze ook wat groter is dan. Kan ik dat net zo doen? Ja, dat kan ik net zo doen. Oké. Ja. Nee, geef niet.
Oké. Okay. Willen we het mutje van kind 2 of kind 3? Zo. Goed opkomen die wee. Die wee is hard aan het werk. Als je zover bent, neem je een diep hap lucht. Dieper gekomen. Volgende mag je mee persen, okay? Ook al voel je het dan niet zo sterk. Zal ik de arts even melden? Ja. Kan je het tellen? Ja, lucht en lucht duwen. Wat zo. Ja. 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 Hallo. Toch wel. Hallo. Ja. Ja. Wauw, wat ben jij een stoere dame. Je lijkt gewoon je broer voor gaan. Niet meer navelstreng dan dit. Okay. We gaan hem knippen. Kom maar naar voren. Hoi. Ja, ben je dan? Is het een meisje? Dat is een meisje. Nou, heel beleefd meisje die de broer gewoon voor laat gaan. Dat hij een beetje haast had. Liggen ze dan, schatje? Ja, ze kan niet. Ach, ja, sorry, maar weet je, ik huilt lekker. Yes. Ik snap het helemaal. Het is voor haar natuurlijk ook fijn. Even wachten, Johnny. Deze kan niet? Knippen, ja. Ja. Hallo. Oh, sorry. Hallo. Best voor best. Johnny, kan jij er overnemen? Oh. Ik kom nog een nagelklem, alsjeblieft. Oh, nee. Ja, het is voor mij ook een unicorn en nee, drie, twee. Nou, dat is gek, hè? Ja. Drie opnemen als tweede. Nee, dat zeg ik, ja. Oké, maar dat, zullen we dat direct even doen? Zullen we eerst even dit nu doen? Ja. Ik snap dat het belangrijk is, hoor. Maar kijk, het voordeel is dat hij...